De gemiddelde baby is nu 120 gram en 15 centimeter. In deze week zal jouw kind geluiden buiten de baarmoeder kunnen horen en dus ook jouw stem. Er zijn nog veel andere kleine veranderingen. Als je 16 weken zwanger bent, ontwikkelen de vingerafdrukken zich bijvoorbeeld. Waren de vingertjes en teentjes eerder nog glad? Nu krijgen ze allemaal een eigen kenmerkend patroontje. In week 16 van je zwangerschap groeit niet alleen je baby nog steeds door, maar ook je baarmoeder. Om ruimte te maken wordt de blaas opzij geschoven door de baarmoeder en dit zorgt voor constante druk op de blaas. Dit zorgt ervoor dat je vaker moet plassen. Het is belangrijk om dat ook echt te doen als je nodig moet. Wanneer je het wc-bezoek uitstelt, loop je namelijk meer kans op een blaasontsteking. Je kan nu last krijgen van een verstopte neus doordat je slijmvliezen opzwellen. Heb je er erg veel last van? Overleg dan met je huisarts over middeltjes die je ertegen mag gebruiken. Niet ieder middel is namelijk geschikt voor tijdens de zwangerschap. Zoals je de afgelopen weken wel hebt gemerkt, zijn kwaaltjes eigenlijk onvermijdelijk tijdens je zwangerschap. Een van die kwaaltjes die je tijdens je zwangerschap kan krijgen is buikpijn. Om buikpijn te verminderen is het belangrijk om te zorgen voor voldoende ontspanning. Neem de tijd voor een lekker warm bad of kruip op de bank met een kruik of deken. Ook rustige vormen van bewegen, zoals zwemmen of yoga, kunnen helpen. Je zult merken dat je sneller moe wordt. Dit is heel normaal. Je moet je voorstellen dat je lichaam al je energie verbruikt om je kleine wonder te laten groeien. Het is daarom ook belangrijk om goed te eten en te drinken, omdat je de voedingsstoffen nodig hebt. Tegen deze kwaaltjes kan je weinig doen. Rusten is het belangrijkste. Luister goed naar je lichaam en forceer niets, want dat zal je alleen maar tegenwerken. Heb jij niet één, maar twee kindjes of misschien zelfs wel drie in je buik? Het krijgen van een tweeling maakt de zwangerschap misschien ook nog wel dubbel zo spannend. Je hebt nu twee kleintjes waarvan de ontwikkeling in de gaten gehouden wordt. De kans dat je dubbel zoveel last hebt van zwangerschapskwaaltjes is helaas ook groot. Al is dit gelukkig echt niet bij iedere vrouw het geval. Wist je dat als je 16 weken zwanger bent, je al een pret-echo kan krijgen en in veel gevallen zelfs al het geslacht bepaald kan worden? Je kan misschien je baby al voelen, maar dit zal niet veel beweging zijn. Het enige wat je zou kunnen voelen zijn plopjes van bellen in je buik. Je baby is zich nu pas aan het ontwikkelen tot een echte baby en neemt nog niet zoveel ruimte in de baarmoeder in.